Hello, my love. Hello. I'm so shy. Ik dacht dat shit is aan een Volvo, maar het is niet een dier. Ah nee. Maar nu. Is het met je stoel naar het oude? Nee. Ja. Ja, goed. Ben je er goed geraakt? Ja? Ja? Het is wel even massa, hè? Ja, maar jongens. Oh, je hebt een schone bril aan. Dank je. Is een nieuwe, hè? Ja. Ja. Ah, sorry. Oh, excuseer. Hallo, wie wil jij niet van voorzitten? Was. Ik schrik me hier. Ik vind dat zo raar om je opnieuw welkom te heten. Dank u wel. Welkom bij de eerste aflevering van mijn nieuwe podcast. Manu van Akker, M&M radio DJ, acteur, vliegende reporter voor M&M, docent drama. Dat is waar. En professioneel duveldrinker. Dat laatste is het meest juiste dat je gezegd hebt. Ja, is waar? Ja, ja, echt? Ja, zeker. Allee, jong. Ja, duveldrinker. Waar de passie? Ik weet het niet. Op welke leeftijd is het begonnen? Toen ik 8 was. Nee, dat is niet waar. Is niet waar. Ik heb dat want toen ik 7 jaar was of zo, mijn duvelglas in mijn handen. Echt? Van papa. Nee, duvel is zo. Ja, dat is zo. Altijd met dezelfde vrienden op café en dan zo. We hebben daar ook al een teken voor. Hè. Dat is zo met de hand schudden. En dan weten we, oké. Okay. Of eigenlijk is er al een café. Eigenlijk is het zo, hè, toch? Duvel is dan niet zo. Ja, maar dat is wat wij doen. Ah, oké, sorry. En we hebben zelf ook al een café in Brussel. Als ik binnenkom, dat er meestal toch al een duvel klaar staat. Dat ze weten wat ik moet hebben. Ja, dat was kan. Dat is eigenlijk een schaamtelijk. Hè. Dat is niet schaamtelijk. Ik weet ook wat mijn klanten willen drinken. Ja, goed dan. Fijn. Vertel eens, ik ken eigenlijk het concept van de podcast. Nee. Ik ook niet. Nee, ik wil eigenlijk gewoon een beetje weten hoe dat je in alles bent geraakt. Mm-hmm. Hoe dat je ermee omgaat met alles wat je doet. Ja. Want ja, we kennen elkaar al even ondertussen. Ja. Maar ik ben zo benieuwd naar alles van je leven. Wat ik eigenlijk waar we nooit over praten op café of zo. Ja. Ik ben begonnen bij M&M als student. Ik ben daar dus eigenlijk, toen ik in het tweede jaar radio zat, tegen het einde, was er een oproep voor de M&M Talentendagen. En, in het derde, op het einde zat ik. En was oproep voor de Talentendagen. En dat is eigenlijk M&M die een oproep lanceert en zegt van, kijk, we hebben mensen nodig. Of we willen graag weten waar het talent zit. Meld u aan. En als je iets wil doen voor de radio. En ik dacht, ik wil wel graag presenteren. Dus dat was dan mijn intakegesprek. En dan daarna ben ik op stemtest gegaan. En dan ben ik aan een traject begonnen. Ze noemen dat een traject. Okay. En dan krijg je een opleiding gewoon met alles wat dat, hoe dat de zender in elkaar zit, maar ook hoe dat de studio en zo werkt. En was het eigenlijk aan mij om oefenuitzendingen te maken. En daarmee, met die oefenuitzendingen, dan kreeg ik feedback. En dan is mij zo gevraagd of ik wilde beginnen daar 1 keer per week. Maar nice, heel goed, hè? En in september vorig jaar, september 21, ben ik daar begonnen, ja. Dat is ongelooflijk. Ja. Prachtig, joh. Ik weet dat je zo trots kunt zijn op alles wat je bereikt hebt. Ja, dat is ook wel, dat is heel leuk en dat was ook heel overdonderend, want er was toen heel veel in beweging. Ook mijn onkels en zo was toen allemaal begonnen. Want wat ik daar wel weet, is enkel van op Instagram dat je zegt, een gesprek van 5 minuten, dat dan wel kan doen. Dat is ook wel echt nog een verhaal. Dus, ik weet niet of je het geluidshuis kent. Ja. Het geluidshuis, ja. Wel, ik was daar om te gaan observeren voor de school. Ja. Maar die dag was ik ontzettend moe. Er was een vriendin van mij blijven slapen. Maar altijd als die bij mij bleef slapen, toen babbelden wij echt tot een gat in de nacht. Dus echt tot 5 uur. Ja. En ik moest om 7:30 opstaan om naar Antwerpen te vertrekken in Brussel. Dus ik dacht, ik sta daar op en ik zeg, godverdomme, hè. Ik ben echt veel te moe, ik ga dat gewoon niet doen. En die zei, jawel, ga daar maar naartoe, ga daar veel van leren. Ja. Ik dacht, allez, bon. Dus ik met een slaapkop op die trein daar een paar keer zo in slaap vallen als ik daar aan toekijken ben. Maar Emily de Roo, die Delphine speelt in de reeks, was daar en wij kenden elkaar, dus we wonen wat te babbelen. En Rick was daar plots ook. Ja. Rick Verheijen, die Nonkel Willy speelt. En we beginnen zo te babbelen, want we hebben op dezelfde middelbare school gezeten. Ah, met 3. Okay. Dus, die docent, lachen. En ik dacht echt, ik moet hier naar huis, want ik ben hier doodop. Ik kon er echt meteen in slaap vallen. Dus ik ga naar huis, ik ben terug in Antwerpen op het perron en ik kreeg zo
een oproep van een onbekend nummer. En ik zeg, ja, hallo. Ik neem dan altijd op. Heel veel mensen zeggen, onbekend nummer, ik pak dat niet op. Ik pak ook altijd op. Altijd. Altijd? Ben je veel te benieuwd daar aan de andere kant van de lijn? Ook als andere maar mensen zeggen, ja. Ik wil niet opnemen, dan zeg ik, ik zal wel opnemen. Ook als zo een nummer is uit zo Bangladesh, je zegt, listen carefully for your Windows computer. Dan denk ik altijd, tell me. En dan zo, ja, aan de telefoon zo, het is Rick Freyer, dat is verschiet. Nee, ik zeg, ja, dat is verschiet. Nee. En ik was je nog aan het zoeken en je was al weg, maar wanneer ik maar kort praat, maar ik dacht, kijk, dit moet ik hebben. En wil je, ja, en dan wilde ik een keer komen testen. Wilde een keer, ik ben een reeks aan het schrijven en ik zoek nog iets, wilde een keer komen testen. En ik dacht, ja, tuurlijk. En ik dacht, what the fuck is dat hier? En de week erna dat gaan testen. En dan de dag daarna kreeg ik te horen dat ik die rol mocht spelen. Dus dat ja. God. Ja, en Rick, we hebben in het afgelopen jaar denk ik 40 mensen gezien voor die rol. En we vonden niemand bij wie we het voelden. En dan mocht ik dat wel doen. Dus dat was echt gek. Dat was gek. Sorry, even gesteld. Ik hoor het eraan. Dat is niet eerste heen. Aflevering, top. Maar joh, wat kans, wat opportuniteit. Ja, en dan begin je wel een beetje te flippen ook in je hoofd. Wat doet dat bij je, dat je zo hoort van andere mensen, is het zo in je geloven? Dat is heel tof. En ik moet ook wel zeggen, ik ben van thuis ook wel altijd aangemoedigd en ik kom wel uit een nest waarin dat ze wel altijd geloofden in mij of zo. Ja, dus het is niet dat zo was als ik heb nog nooit iemand gehad die in mij geloofd heeft. Maar... dat is natuurlijk anders als dat mensen zijn van buiten uw dichte omgeving. Als dat mensen zijn die in het vak staan, die wel belangrijke beslissingen maken, die echt vinden dat jij daar op die plaats moet zijn. Ik weet nog dat ik tegen mij zei van... jij bent iemand zonder acteursopleiding die zo natuurlijk speelt en hij vond mij echt een hele goede acteur. Maar dat doet wel iets met mij. Tuurlijk. Dat is fijn als uw ouders naar een stuk komen kijken en zeggen van ja, je bent wel een goede acteur. En dan denk ik, ja, ik ben uw kind. Ja. Maar als iemand als Rick Vrij dat zegt, dan doet dat wel echt iets. En ja, dan is tuurlijk. Dat wel, ja. Maar dat is, Nonkels was ook niet uw allereerste acteerder, maar hè? Vertel. Nee, dat is waar. Ik heb een klein gastrolletje in Onder Vuur gespeeld, ook ervoor, van één aflevering. Missen we dat op programma? Nee. Ben je zeker? Ja, het ding was, dezelfde zomer dat Nonkels begon, in die zomer heb ik ook De Redders opgenomen. Ah. Allee. En ik weet nog dat ik ook tegen Rick zei, ik zeg, ik ga De Redders opnemen. En die zei, dat is niet erg, iedereen doet domme dingen in zijn leven. Echt waar, echt waar. Ja, De Redders is een docu-fictiereeks, maar is eigenlijk nog slechter dan De Buurtpolitie. Ik denk dat we het daarop kunnen. Maar ik mag daar natuurlijk niet negatief over communiceren, maar ik doe het toch, want mijn contract is afgelopen. Ja, dat was... Weet je, het ding was, wat ik daarvan onthoud, is dat we ons eigenlijk heel hard geamuseerd hebben. Dat was gewoon een heel tof... Was dat heel leuk om dat in de zomer te doen, om in een van mijn laatste zomers als student te mogen op dat strand doen, in een flikkenkostuum. Wij mochten ook letterlijk doen wat wij wilden. Hè. Er werd ons gewoon gezegd, de camera draait en doe maar wat. Amai. Wat dat heel onprofessioneel is, maar wat dat ervoor zorgt dat wij heel veel lol hadden. Ja, dat is waar, snap ik. Dat was lachen. Amai, jong. Goed. Zalig. En is het iets waar je verder wilt gaan acteren? Ja, ik weet dat niet. Ja, graag. Hè. Allee, dat is het. Ik denk iedereen die op een set staat, van eender welke functie, kan dat wel beamen. Dat het setleven wel heel leuk is. Ja. Want altijd mensen zeggen zo, set life. Maar dat is wel zo. Het is een andere wereld. Op een set staan is wel... Bij mij is dat nog niet voorgekomen dat ik zodanig in een reeks zit dat ik daar heel veel ben. Maar toch voelt je wel dat... Ja, iedereen is daar om van dat product het beste product te maken. Ja. Dat kan. Iedereen is daar met hetzelfde doel. Hè? Ja. En dat is heel schoon. En dat gaat over de kleinste millimeter dat de lamp moet hangen, tot het haartje dat recht ligt, ja. Over de zinnen die eruit komen. Dat gaat over zoveel. Dat gaat over zoveel mooie dingen. En dat is leuk aan op een set staan. Het is heel zwaar. Ik bedoel, ik kan echt niet klagen, want ik heb daar ook wel lange dagen gehad. Maar
Dan denk ik, ja, oké, ça va. Ik bedoel, ik doe mijn hemdje uit en ik doe mijn t-shirt aan en ik ben terug mezelf of zo. Maar dan Jelle en Rick, die Willy en Luc spelen, ja, die zitten wel super lang in de make-up. En die moeten dat 12 uur aandoen en dan is dat nog daar allemaal eraf. Ja. Dus dat zijn echt wel ontzettend lange dagen. En het was in de zomer ook opgenomen? Eind augustus tot midden december. Dus het was zo... Allee, qua weerstemperatuur. Zo wat herfstig, ja. En het was niet extreem warm. Maar het was soms wel heel koud. Ik weet nog dat we een opname gedaan hebben waarin dat echt heel veel regende buiten. En dat er natuurlijk, ja, je weet dat ook, als je met veel figuranten werkt, je hebt nooit voor iedereen veel plaats. Dus je... Ja, de figuranten zaten in een verwarmde tent buiten. Maar ja, met mijn regenvlagen kan al eens zijn dat zo'n flap open gaat. Ja. Dat is super ambetant. Maar wij zaten ook allemaal in een klein hokje, op elkaar gepropt. Letterlijk op elkaar gepropt, tussen de tafels en de stoelen. En van die parochiezaal een of andere uitgebouwde keuken of zo. Ja. Dus je zit daar ook tussen alles. Dus ja, laat staan dat je daar nog 40 figuranten binnenkrijgt. Ja, joh. Ja, dus ja, dat is toch niet wat plezant. En niet voor een crew, want je wilt iedereen blij maken. Maar... Je hebt gewoon niet voor je figuranten. Klopt, ja. Vertel eens over de warmste week. Hoe was dat? Ja, dat was wel heel leuk. En wat de rol en zo, en wat dat je allemaal gedaan hebt? Ja, de warmste week... eigenlijk had ik vakantie in de warmste week. Ja. Maar toen kwam de oproep But om... But as we know you. Ja, ik werk veel te graag. Hè. Toen kwam de oproep dat ze eigenlijk op zoek waren naar mensen die voor de radio of voor televisie werken, of dat die in het actiedorp van de warmste week video's wilden opnemen. Ja. En ik dacht, dat wil ik eigenlijk wel doen. Dus je hebt natuurlijk zoveel acties die voor de warmste week tegen kansarmoede vlammen. Hè. En die kunnen niet allemaal voor de microfoon komen te staan bij de presentatoren. Dus in ruil daarvoor kun je eigenlijk naar een set komen, waarin dat je over je actie komt vertellen. Bekend maakt hoeveel geld dat heeft opgebracht. Dan mag je op een rode knop drukken voor het vlammetje en zo. Ja. Dus dat is eigenlijk een mini-versie van bij de presentatoren. Maar dat is wel een filmpje dat je dan als organisatie of als groep of als... gewoon mensen meekrijgt naar huis om te doen. Ja. En je hebt daar een week ook gedaan? Ik heb daar een dag of 4 gestaan, ja. Maar jongens, eigenlijk. Was het warm? Het was super warm. Het was echt... De studio zelf was ook heel warm. Dus we hadden, ik denk, een container die zo groot was als deze kamer hier. En zoals daar, met de M&M aan de zee? Ja. Eén container. En daar hebben we op een bepaald moment 80 volwassenen. En 100 kinderen ingekregen. Nee. 100 kinderen, maar niet samen. Hè. Dus geen 180 man samen. Nee, geen 180 man samen. Maar wel 80 volwassenen. En dan een keer een klas van een school van 100 kinderen erin. Amai. Straf, hè? Superleuk. Ja? Heel tof. Dat is heel tof om met die mensen in contact te komen, want die mensen voelen zich echt heel erg geapprecieerd. Ze zijn blij dat ze hun actie toch kunnen vertellen, dat ze dat filmpje daar iets tastbaar mee hebben naar huis. Ja. Maar jong, zalig. Prachtig. Ik was jaloers. En je zei ook elke dag naar een week gaan kijken. Ik heb veel concerten gedaan. Dat is dan natuurlijk het voordeel, want ik moest daar dan zijn tussen 1 en 5 deed ik dan de filmpjes. En dan voor de rest was ik daar eigenlijk gewoon vrij. En dan... Ja. Ja, heel veel concerten gezien. Dus Oscar and the Wolf, Coldband, Pommelien Thijs. Wat is dat allemaal? Wat heb ik allemaal gezien? Maar uw grootste idool was er niet, hè? Nee. Ons Natalia. Dat vind ik heel... Ja, Natalia, jong. Komt dat? Dat is... Ik vind dat ongelooflijk. Omdat... Ik weet niet, die heeft een paar nummers die echt alles in mij... losmaken. Als I've Only Begun to Fight opkomt, dan... Ja. Ik zat ooit eens in een heel serieus gesprek buiten. Soms keer naar buiten. Ja. Ik zat in een heel serieus gesprek. Serieus gesprek. Zo, hè. Van ja... En ik hoor in mijn oren I've Only Begun to Fight. En ik ben weggelopen en ik ben naar binnen gegaan om te gaan dansen. Ja, dat is erg. Dat is erg, maar dat is iets in mij dat zegt dat is dat lied. Ik moet daar nu naartoe. Ik moet daarop dansen. Dat is zo'n goed lied. Dat is ongelooflijk. Ik kom binnenkort met een nieuwe plaat. Hè. En in de Lotto Arena. Ik ben daar. Hè. Ik ben daar. Hè. Op de eerste rij. Dat zie je niet goed. We moeten mee.
Lotte, wanneer kun je best eerste balkon pakken? Allee, maar ik heb altijd staanplaatsen, altijd. Of staanplaatsen, ja, dat is ook wel. Altijd staanplaatsen van voor. Ja. Ja, ik wacht niet graag. Ik ga niet zo. Ik ga daar niet. Nee. Ik ben nu wel fan, maar ik ga daar nu zo niet. Allee? Zo 35 uur op voorhand. Nee, als jij mij dat maar vindt. Ik heb een leven, hè? Nee. Die mensen die dat doen, snap ik niet. Nee. Ik snap dat. Maar eigenlijk ook niet. Maar waarom zou je 24 uur gaan kamperen voor een fucking sportpaleis om dan tering moe te zijn, om dan nog dat concert te zien? Dat is waar. Ik bedoel, dat is zo lomp. Dat is waar. Wat had je gedaan als je geen radiopresentator werd geworden? Weet je dat? Of als je, stel dat je nu niet aan je toelatingsproeven had mogen, stel dat je niet had mogen beginnen aan je richting. Waar had je gestudeerd? Dan was ik iets maatschappelijk gaan doen. Ik denk zo sociaal werk. Ja. Omdat je niet weet wat je wilt doen, of omdat je echt interesseert. Nee. Nee, dat interesseert mij wel echt. Ik weet dat er toen was er ook even een optie voor een opleiding in Nederland. Oh. Die op een creatieve manier en in de vorm van theater werkt met mensen met een beperking. Oké. Okay. En dat had ik wel willen doen. Hoe dat die richting heet, waar, of dat ik het juist vertel, ik weet het allemaal niet. Maar ik weet wel dat dat ook wel nog een optie was. Van oké, okay, ik kan dit wel nog altijd doen. Maar ja, dat had ook niet veel gescheeld of ik was nooit radio gaan doen. Omdat ik wilde heel graag acteur worden. Dus ik heb toelatingsproeven gedaan in het Conservatorium van Antwerpen. En toen dacht ik, oh, fuck, wat ga ik doen? Daar waren we niet door. Nee, daar was ik niet door. Ja. Nee, dat was... Ja, ik kan dat wel helemaal vertellen als je dat wilt. Jij mag dat helemaal vertellen. Okay. We zullen dat versnellen als het te lang duurt. Ja, zo. Dus ik kwam daar en ik wist dat dat heel strenge proeven waren. En ik dacht, kom aan, maar nu toon het beste van jezelf. Of zo. En ze zeiden van, ja, op deze dag, vandaag, dat bestond uit dat je je ding moest komen doen. Hè? Mm-hmm. En dan, als je erdoor was, moest je blijven tot het einde van de dag om nog een intakegesprek te doen en fysieke proeven te doen. Ze zeggen van, kijk, jullie zijn met veel mensen, we gaan een groep voormiddag en groep namiddag nemen. En ik dacht, okay, ik ga meteen in een namiddaggroep, dan heb ik wat tijd om mijn teksten nog wat overlopen. Nee, maar ik moest om 8:30 in Antwerpen zijn, op conservatorium, daar. Dan was ik tegen 8:00 op Antwerpen-Zuid. Mm-hmm. Dus om dan vanuit Oostende te vertrekken, moest ik om 5:00 uit mijn bedje. Nice. Als jong knaapje, 5:00 uit bed, want ik wil acteur worden, ik wil het conservatorium van Antwerpen. En... Namiddag, ik ga even iets gaan eten, ik kom terug en alle overblijvers van de namiddag stonden zo in een rij. En ik zo, ah, hallo, is dit de volgorde? Ja, jij gaat de laatste moeten, want je komt er net bij. En ik dacht, oké, dat is wel kak, want ik moet eigenlijk nog terug naar Oostende. Dus zou het misschien lukken dat ik iets ervoor kan, want anders moet ik hier blijven tot, wat is 6:30 of zo. Ja, nee, we hebben net allemaal... Allemaal van die melkerts. Dus ik dacht, oké, zou ik wel de laatste gaan? Maar het ding was, dat was om 6:30 en... Je was om 6:30 s'avonds. Ja, om 6:30 s'avonds. En je bent daarvoor om 5:00 opgestaan. En ik ben daarvoor om 5:00 opgestaan. Nee. Dus ik heb al concentratievermogen van een vlieg. Zo dat je... Alles is altijd interessanter dan wat ik mee bezig ben. Ik heb dat ook. Dus ja, dus op een bepaald moment... Ja, je concentratie in zo'n dag vergaat wel. Hallo. Ja, en het systeem was dus op de eerste ronde dat je naar binnen moest gaan, je ding moest doen, dan moest je even naar buiten. Dan gingen ze overleggen en dan moest je meteen terug naar binnen en zeiden ze, je bent door naar het ronde 2 of niet. Dat is heel, heel spannend. En ik ga naar binnen als allerlaatste van die dag. Ik doe mijn ding, ik ga naar buiten. Ik kom terug naar binnen dan, als ze overlegd hebben. En zeiden, wij zijn echt heel moe, zeiden ze. En we hebben het gevoel dat onze concentratie ook weg is. Nee. En dat wij niet goed kunnen oordelen. Zie je dat zitten om morgen terug te komen? My god, dat heeft hij gedaan. Jawel. Dus ik zo, ja. Maar ik wilde dat wel heel graag. Ik wilde daar echt wel starten. Stop dat maar. Dus ik daar dan terug naartoe. En dan de volgende dag zeiden ze, ja, maar jij mag nu vandaag als eerste. En ik dacht, oké, goed. Nice. Frisse energie. Opnieuw 5:00 uit mijn bedje. Maar goed, ik ben hier vandaag als eerste. Ik ga dat gewoon doen. Dus ik ga als eerste, maar ik ga naar buiten. Ik was erdoor voor de tweede ronde. Oké, okay, ja, ik was juist zeggen, want dat zal ook brut geweest. Maar dan moest ik nog blijven tot 's avonds voor de fysieke proeven en het intakegesprek. Ja. Dus ik heb daar nog een hele dag gezeten. My god. En dan was er zo de tweede ronde. En dat was wel minder goed verlopen, moet ik ook wel eerlijk zijn. Ook naar tekstkennis ben ik heel... Ik kan dat heel slecht tekst onthouden. En toen had ik een feedbackmoment. En die zeiden zo tegen mij... Want je moet je inbeelden, je zit daar als 17-jarige of als 18-jarige. Uh-huh. Zitten daar
En je zet er niet door en ergens in dat uur of in die tijd zie je je droom aan het gillen slaan. Ja, je mag niet beginnen op die school. En die zeggen op een feedbackmoment: jij hebt een palet met kleuren, maar ik zie het niet. En ik dacht, ja, nou, hier kan ik mee aan de slag. Let's go. Dit gaat mij een betere acteur maken. En toen is het wel tot mij doorgedrongen dat door zo'n loze feedback, door daar aan het lijntje gehouden te zijn, door daar mij daar niet goed in te voelen. En ook, ik had daar echt niet echt voeling mee, dat ik dat eigenlijk niet wilde. En ik was wel wat teleurgesteld ook. En toen was er wel een docent van op mijn school, middelbare school, die zei van, ja, maar hé, mijn man geeft les aan de Rits Radio, dat zou echt iets voor u zijn. En ik dacht, oké, nice. En dan daartoe laat ik iets voor gedaan, dat wel geslaagd. En dan mocht ik wel beginnen. Ja. Zalig. En dat is heel, ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. Want eigenlijk wilde ik dat niet echt. En mijn mama zei van, maar probeer dat gewoon. Doe gewoon die toelatingsproef. Ga daar gewoon naartoe. En ik denk, nee, ik weet niet, radio. Ja. Is dat wel iets voor mij? En mama zei, ja, doe dat maar. Doe dat maar. Ja. Zalig, jong. Goed. Ja, dan uiteindelijk daar wel geraakt. Hè. En het conservatorium kunnen echt mijn gat kussen. Ja, dat snap ik ook. Ik heb ooit dingen gedaan. Ik heb ook ooit auditie gedaan voor Get It Musical. Oh. Maar ik kan helemaal niet zingen. En ik kan ook niet dansen. Maar ik danste zo als hobby wel. Ja. En dat was ook zoals morgen zo 7 uur of zo jaar zijn. Misschien zo'n keilige rij van alle kinderen die dat dachten dat ze dat konden aanschuiven. Maar echt zo, denk ik, voor de eerste musical nog zelfs. Keilig aanschuiven. Dan moest je zo ineens keisnel doorgaan. Moest je zo spel doen, dan zang. Maar ja, ik kan niet zingen, maar zingen was in groep. Dus je moest allemaal op een lijn gaan staan. En dan moest je samen zingen. En dan werd je allemaal één voor één afgekeurd. Maar niet zo, niet afgekeurd, maar dan moest je allemaal iedereen stoppen en jij gaat alleen verder. En dan de volgende gaat alleen verder. En zo ging dat door. Vreselijk. Ja, en ik ik kan helemaal dat niet zingen. En dan moet je daar dus van, ik denk dat ik klaar was om 10 uur of zo met die auditie. En dan moet je daar tot 5 uur s'avonds blijven zitten. 7 uur lang zit je daar te niksen. En dan zeggen ze, ja, deze dames zijn door naar de volgende ronde. En dan zat ik daar. Oké, ik niet. Ja, dat is verschrikkelijk. Nice. Hè. Maar ik heb met Rits ook gehad. Hè. Ik heb 3 jaar gedroomd ervan om aan Rits te studeren. Ja. Ik had toen dat proef gedaan voor de master. En die hebben mij daar afgekaart en ik ben daarmee naar blijten op dat jurygesprek. Dus het ding, nee, ja, niet echt blijten, maar wel zo traan in mijn ogen. Het ding was dat die de hoofddocent van opleidingshoofd van master was zo heel bruut tegen mij. Man. En dan zat vriend Plateau daartussen en vriend was zo heel... Het komt goed en je kunt dat wel. Misschien is een professionele bachelor wel iets voor u. Maar ja, ik stond daar dus al met traan in mijn ogen. Ik ben naar buiten gestapt en ik dacht van, ik weet niet wat ik moet doen. Ik zo... Ik weet niet, waar moet ik gaan studeren als ik dat niet heb? En dan heb ik die toelatingsproef gedaan in augustus. En daar was ik er naartoe voor de en uiteindelijk ben ik super blij. Hè. Ik ben echt, ik doe het graag. Je bent wel goed beland, toch? Ja, absoluut. En ik heb keiveel kansen kunnen nemen dat ik normaal denk ik niet had kunnen doen als ik de master zou doen. Want dan zou ik veel meer werk hebben in school. Omdat deze theoretisch gezien minder zwaar is en veel praktischer is. En ik weet hoe ik mijn tijd kan inplannen nu. Ik ben heel, heel blij dat ik dat gedaan heb. Ik ben ook blij dat je dat gedaan hebt. Ja, goed, hè? Anders hadden we hier niet gezeten. Anders hadden we hier niet gezeten. Spannend. Ja, maar kijk er wel naar uit om verder te gaan werken. Om door te gaan in het leven nu. Ja, snap ik. Echt wel. Jij zit er ook direct in gerold. Heb je ooit getwijfeld om iets verder te studeren? Na het Rits? Ja. Nee. Ik ben echt geen student. Ik ook niet. Ik vind studeren echt verschrikkelijk. En ik had meteen zoiets van, nee, ik ga dit echt niet... Met mij zit je nooit meer op een schoolbank. Ja. Want ze hadden ons eigenlijk op de open deur van Rits gezegd van ja, maar na je tweede jaar verdwijnen de theorievakken. En dat is niet waar. Dat is tot in mijn master gebleven. Ja. Dus ze hebben me er echt een kloot afgetrokken. Maar dat is... Ja, nee. Ik ga, nee. Altijd gedacht. Ik haat het om in een aula te moeten zitten, om in een klaslokaal te moeten zitten en te luisteren. Dat is vreselijk. Je hebt gewoon een camera en een planning en ik ben vertrokken. Maar... Ja, voor mij ook. Smet mij in een studio en ik kan me wel bezighouden. Ja. En ik kan me echt wel... Een paar uur, maar nee, nooit meer nee, studeren. Nee, ik snap het. Ik heb er echt lang aan getwijfeld of ik toch nog radio zou willen studeren aan Rits. En waarom niet? Ja. Omdat ik gepraat heb met radiomensen en wat misschien toch niet echt is wat ik verwacht. Ja, het is natuurlijk geen presentatorsopleiding. Het is echt wel audiokunst. Ja, maar het is zo dat geen presentatoropleiding is. Tot daar en toe was een radioredactie of zo interesseert mij wel. En, maar audiomontages en zo, dat is veel minder mijn ding. En dat zit er. En audiodocumentaire, dan denk ik...
Dat weet ik niet. Ja, maar als je al twijfelt, moet er eigenlijk al. Het is dat. Dus het enige waarvoor ik nog twijfel is, moest ik geen job aanbieden of moest ik geen job krijgen hierna, dat ik nog 1 jaar baantak doe, radio in Mechelen, Thomas Moore. Ja. Dat is het enige dat ik misschien nog overweeg, maar eigenlijk zou ik de brief staan al gewoon wat staan als daar kunnen. Misschien op mijn stageplaats, misschien ergens anders. Wie weet. Het zou heel cool zijn. Mag ik het heel cliché opgaan en vragen wat je echt nog wilt doen? Dat je echt nog... En wat het mooiste misschien is dat je al hebt kunnen doen? Het mooiste dat ik al heb kunnen doen is... Dat is dan misschien een heel cliché antwoord, maar dat is elke dag mogen opstaan en me echt mogen amuseren. Ah, leuk. Tof. Dat is, ik ben nog nooit met tegenzin... Ik ben wel al eens met tegenzin gaan werken, tuurlijk wel. Maar ik heb nog nooit zoiets gehad van fuck die job. Of ik ben heel blij dat ik op de leeftijd dat ik nu ben en op heel korte tijd al dit heb mogen doen. Ja. Wat ik echt graag ooit nog eens zou willen doen... Oh my god. Ik zou heel graag eens... Nee, ik zou heel graag eens een keer een hoofdrol in een musical willen spelen. Oeh. Ja. Cool. Ik denk dat dat echt... Ik kan niet goed zingen. Ik kan ook niet zo goed dansen. Ik het wel zien, een beetje. Maar ik kan al soft zingen. Dat kan ik. Ik kan zo doen alsof ik opera zing. Maar... Doet dat iets? Nee. Jawel, alsjeblieft. Maar ik doe dat altijd als ik gedronken heb. Ja. Dan wist ik dat ging volgen. Maar dat is zo, ja. Toriador. Maar nee, ja, ik zou wel graag eens een keer een hoofdrol in een musical willen spelen. Ja. En welke musical? Shrek. Oh my god, hoe goed is dat? Ik weet dat ook, omdat ik dat een heel toffe musical vind. Ah, ja, dat is waar. Ja, dus Shrek the Musical, cast me. Ja, echt wel. Goed, joh. We hebben dat als kapthema gehad, Giro kapthema. Dat is echt Giro, hè. Dat is ook een van de beste animatiefilms ook gemaakt. Zalig, en dat is, dat is ook een heel fijne musical met super schone muziek. Ik heb dat niet gezien, die musical. Ja, die heeft in New York en in Broadway. En is ook al in Nederland en in België geweest en over heel de wereld. Dan, maar een heel mooie muziek. Ja. Zijn er een musical van? Een hele grote musical van. Ja, is het echt? Ja. Wat is het beste dat je gezien hebt? Denk je? Het beste dat ik denk gezien heb is vrij recent. Is afgelopen jaar Rent. Oké. Ik heb niks van musicals, hè, trouwens. Ja, Rent was een productie van D-Bridge. En ik denk dat Rent een voorbeeld was van hoe dat je echt een kwaliteitsmusical maakt, maar echt heel goed maakt, zonder dat je daar een hoop bekende koppen in steekt. Oké. Okay. Want wat ik ook wel goed vind, zijn die producties van Studio 100, hè, Pop-up Theater in Puur, en daar, hè, wat is 4045 heb ik gezien. Dat is allemaal mooi, dat is allemaal heel goed. Maar echt de essentie van musical, het intieme en mooie en u echt recht naar uw hart raken, was bij Rent. En daar zitten echt de mensen die daarin zaten, waren... Ik heb daar geen slecht moment in gezien. In die musical. Ik heb daar geen enkel moment gedacht. Nu ben ik s'avonds vallen helemaal niet. Ik heb dat zelden, hè, maar dat is echt een van de beste dingen dat ik ooit heb gezien. En dan natuurlijk, ja, ik heb ook in Londen wel al wat dingen gezien. De Lion King heb ik daar gezien en zo. Dat is echt fantastisch. Charlie and the Chocolate Factory heb ik ook in Londen gezien. Is ook heel leuk. Ja, Wicked heb ik ook in Londen gezien. Okay. Dat is ook een meesterwerk. En ik heb het geluk. Maar ja, nu ben ik zo fantaal aan het spreken. Maar ik heb dat mogen zien met Willemijn Verkuijk in de hoofdrol. Dat zegt u niks, nee, natuurlijk. Totaal niet. Maar als je dat bij Wicked fan zegt, dan zijn dat echt een gelukszak. Ja. Omdat die in 3, 4 verschillende landen en 3 verschillende talen heeft gespeeld. Dus in het Engels voor het Verenigd Koninkrijk en Verenigde Staten. Ja. En dan in Duits in Duitsland en Nederlands in Nederland. Oké, okay, amai, jong. Ja, die is echt ongelooflijk. Straf. Ja. En je geeft nu zelf ook les. Ja. Ja, jong. En dus, ja, echt al hoofd, alleen hoofddocent drama. Of ja, toneel, of... Als ze zeiden van ja, we hebben eigenlijk iemand tekort om les te geven, zou je dat niet willen komen doen? En ik zo, oh, gaat dat lukken om te combineren? Maar ik wilde dat wel heel graag doen, want dat is op mijn eigen middelbare school, waar ik zelf ook heb gezeten. Zalig. Dus dat is heel tof, want je bent niet de nieuwe. Je bent zo de oude nieuwe, zeg maar. En dat is heel leuk om met die eerstejaars iets te maken, omdat die zijn nog helemaal in die... Wauw. Wow. En de toneelzaal is voor hun echt het van het. En dan als je zo met lichten werkt, of je werkt een keer met een micro, voor hun is dat echt... Dat is een hoogtepunt en die genieten daar zo hard van.
Dus dat is wel heel leuk om les te geven. Dat zijn ook fantastische kinderen. Amai, jong, zalig. Ja, dus je zet daar nu een collega van uw oud-leerkracht. Ja. Komen er dan zo'n grappige verhalen naar boven ook? Of is dat... Ja, dat gaat wel zo over zo... Ah, ja, weet je nog toen? En ik zo... Ja, haha, weet je nog toen? En dan vertel ik ook dingen die zij dan niet mochten weten in de tijd of zo. Gaat je dan echt zo terug in uw accent? Allee, in het West-Vlaams. Ja. Omdat dat wel... Ja, dat zijn wel vaak West-Vlaamse leerkrachten. Maar tegen mijn kinderen probeer ik dat een beetje te temperen. Maar dat is natuurlijk niet altijd even makkelijk. Maar ja, je praat daar ook niet super hard, nee. Hè? Nee. Allee, jong. Ja, ik heb dat ook super hard bij mij op school. Ja? Dat ik daar zo wel wil komen, bij die leerkracht, om zo te zijn van... Maar ja, ik weet totaal niet wat ik daar zou moeten doen, hè. Want dat is totaal dat is een pure ASO-school. Allee, dat is niet waar. Dat zit ook tegen zo'n BSO. Maar het is een hele basic secundair onderwijs. Maar ik ken dat zo heel hard om zo te tonen van... Kijk wat ik gedaan heb. Ja. Ik heb 3 jaar gestudeerd. Ik ben er vanaf. Ik heb dit allemaal mogen realiseren, die kansen kunnen krijgen. En jullie dachten dat ik nooit hier zelfs zou afstuderen zonder BIA-test. Ja, dat is ik ben er elk jaar gewoon doorgegaan. Oké, zesde jaar met de hakken oversloot, maar... Ja, maar toch, maar je hebt het wel gedaan. Ja, dan denk ik zo van... Vorig jaar is mij gevraagd om te komen uitleggen aan de zesdejaars, wat er enig geïnteresseerd was in drama. Ik wou dat echt heel graag doen, maar ik had een concert, dus ik ga dat niet kunnen doen. Maar ik was zo graag daar gaan staan en kunnen tonen van... Kijk eens wie ik nu ben. Alleen niet zo van wie ik nu ben, maar toch wel. Ja, maar wat had je toch wel gedaan? Er was één leerkracht aan mij geloven. En die heeft dat niet nog gevraagd. En hoe is het nog geweest met toen hij is proeven? En daar denk ik echt van. Nee, ja, dat is goed. Dat is echt gek. Ja, maar ja, kijk, ik ben heel blij wat ik nu allemaal gedaan heb. Je doet het kegel ook. Oh, dat is lief. Cute. Vertel eens over uw lievelingsdier. Panda. Mijn lievelingsdier is een panda. Ja, komt, dat is omdat dat mijn totemdier is. Dus ik heb, ik heb 16 jaar in de scouts gezeten. En dat is... Als jij als Guido... ik zal maar zeggen. Here we are. Dat is onze crash natuurlijk. Nee, dat is mijn... ik vond dat als kind sowieso al een heel cool dier. Ja. Ik heb daar ooit nog een spreekbeurt over gedaan. Maar dat slaapt. Dat slaapt 24/7. Ja, top. ik vind dat heel leuke dier. Ik vind die ook heel grappig. En... die hebben 6 vingers aan elke hand. Echt? Ja. Nee, ik dacht die geen echt vingers wel. Hadden. Nee, jawel. Die hebben vingers. Hadden. En die zesde zit eigenlijk hier om de bamboe te kunnen breken. Dat wist je niet, hè? Dat wist ik echt niet. Cool, hè? Ja, ik weet dat was ook. Ik was kei blij dat hij in Paradise kwam. Ik wilde daar echt naartoe om die panda's te zien. Abonnement opgenomen. Ja, nee, dat niet. Ah. Maar ja, ik vind dat heel toffe beesten. Die slapen niet altijd, soms kruipen die zo. Die zijn zo schattig, maar ook heel agressief, blijkbaar. Die kunnen zeer agressief uit de hoek komen. Dat heb ik ook al gehoord. Dus ik denk dat dat, Amai, jongens, leuke beesten. Straf. Ik denk dat er iets aankomt. Oh, gosh. Maar ik weet niet wat speciaal is. Merg, jij? Ik heb nog een kleine verrassing voor u. Het is niet waar. Het is niet waar. Oh. Wauw. Amai zeg. Dat is het beste van alle werelden. Dank je wel. Ongelooflijk. Dank je wel. Oh, heerlijk. Amai zalig. Dank u. Hoe goed is dat? Hoe goed is dat? Mag je daarvan drinken? Ja. Zeker en vast. Oh, staat voor jou koud. Oh, dat is echt genieten. Vind ik zo goed, hè. Dat is heel toevallig, want ik wist niet of ze het gegaan hebben of niet. Ik ben heel blij dat ik met die panda's begonnen ben. Dat is zo goed in een panda-kostuum en dan dit gewoon. Top, dat is het beste van alles. Want ik dacht, als je zegt, oh, een kat, dan kan ik mijn katje halen. Oh, leuk. Huisdiertje tijdens de podcast. En jij zei panda. En ik dacht, we hebben een panda-pak liggen thuis. Oh, goed. Dat moet ik bovenhalen. Zat, uw moeder is geweldig. Jij ook echt geweldig. Dit is echt... Oh, dat smaakt zo hard. Top, hè? Ja. Zullen we hier bij de podcast afsluiten? Ja, dat is goed. Ik heb nog één dingetje voor u. Ja? Jij mag de camera aan de muur kiezen. Jij mag daar een boodschap of uw naam of weet ik veel wat opschrijven. En dan hangen wij hier aan de muur voor altijd. Oké, ik ga de groene nemen, kader, want dat is mijn lievelingskleur. Ja. Ja, dacht ik al. Rechts van u staan de stiftjes ook. Ja. Ik ga er mijn groene stift op schrijven. Alhoewel, groen op groen. Ik ga er mijn witte stift op schrijven. Oh, wauw. Ik ga dit even gewoon hierin steken. Dat is ook heel praktisch aan mijn jasje.
schrijven. Dank je wel. Whatever you want. Wat jij wilt meegeven aan iedereen die kijkt, aan de volgende gasten. Maar zie je om dat te doen, dan ook. Alsjeblieft. Toch, hè? Ja, ik ga het niet ontroeren, ik kan het eigenlijk niet opgeschreven. Wat heb je erop geschreven? Er staat, maar ja, ik schrijf ook niet zo mooi, hè. Er staat, droom maar, je kunt het wel. Dat is voor iedereen die zegt dat je dingen niet kunt. Echt, steekt u beide middelvingers daar naar uit. En doe het toch maar. Zalig. Want dat gaat u verder helpen. Zalig. Kijk, hè. Ik ga zo doen. En ik ga er wel iets prachtig aan toevoegen. Oh, it's us. Oh, zalig, dank u wel. Merci, dank je. Alsjeblieft. Dank je wel. Merci om mijn eerste gast te zijn. Met heel veel plezier. Absoluut, absoluut. Oh, lieveling. Alsjeblieft. Dat is zo tof. Oh, dank u.